Hey, goedemiddag, daar zijn we weer. Terug met een nieuwe aflevering van Let's Play, Modded Survival. Ik ben Zelda Play 20 samen met... Creepertje, nee! Creeper? Boom. Met de toweler en ik, mijn creeper. Jouw creeper? Volgens mij explodeerde die. Ja, kom binnen. Ja, de jouw heeft geen muziekje. Oh, ah! Wow! Ah! Wat is dat voor duivels beest? Wat is dit? Nee, dat meen je niet! Sterf! 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 Ja, en dan doe je het nog op hout. Geef mijn hout terug. Het houdt ook niet op, hè. Hier, pak maar. Ik schrok maar. Oh, heb je hier nog één? Oh, ik heb weer hoofdpijn ervan. Lekker bezig. Wat was dat dan? Zoiets heet een creeper. Wat, ja, maar wat had hij allemaal op zich? Oh my god, ik ga dood. Wat is er? Wat heb ik gemist? Nou, dat zie je dan wel dat zie je video. Zonder. Dat zie je vandaag wel in de video. Jongen. Ja, hé, kijk, leuk. Ik heb een baby creeper. Jeetje. Ah, nou, ik was eigenlijk van plan om vandaag dus een huisje te gaan maken om daar de nether portal in te gaan bouwen. Dus zonder enig oponthoud laten we daar maar eens mee gaan beginnen. Ik was van plan om een creeper te laten zien. Nou, dat is duidelijk. Touwletje, we hebben het gezien. Don't worry, we hebben het gezien. Niemand zal mijn creeper vergeten. Ik denk dat iedereen die creeper wel gezien heeft. Ik mis hem. Dat was je creeper. Ik heb helemaal geen steen meer of iets. Ah. Hoe krijg je ook alweer cobblestone dan? Ja. Ja, kun je dat even uitleggen, Tommy? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er ook zelf niet achter. Maar goed, ik heb 3,5 stack kobbel. Echt waar? Oh, kun je... ja, weet je waar, ik maak wel heel eventjes een silk touch pickaxe, want ik heb liever... want ik wil bricks zo maken, dus... Bricks heb ik geloof ik ook nog een paar. Ik heb alles en ik heb niks. Het is echt niet normaal. Oh, wat? Hoe? Ik heb alles en ik heb niks. Dat iemand één titanium in kunt ruilen? Nee. Ik ga waarvoor? Eventjes... ik ga eventjes... Ik lijk wel een... Diamonds? Ding. Nee. Halve stack? Nee. Stack? Nee. Kijk, stone bricks heb ik er 4 van. Ik ben nog eventjes bij aan het komen en, van die lachbaar. Ik heb 1 titanium nugget. Oh mijn god, wat. Als je er 1 nodig hebt, heb je er meer nodig. Nee, wat de hel is dat voor duivel? Hou je man. Hoeveel had je er weer nodig? Hoeveel had je er nodig? Ik heb er 1 ingot nodig. Oh, oh, ik ben helemaal aan het bijkomen hoor. Ik dacht niet zo. Oh wat. Wat een beest man. Ja, dat heb ik nog niet gezien. Zo onschuldig. Zit nooit te pas. Hoezo zit hier? Alex, jij moet mij die titanium ingot geven. Ik heb zoiets awesomes, dat wil jij gewoon hebben. Let niet op mij, ik ben gewoon steen aan het mijnen. Oh, je bent niet de enige hoor. Wacht even, ik mis 2 nuggets. 2 titanium nuggets? Dat moet jij hebben. Nou, zal ik die maar even geven dan? Geven we die gewoon aan de... Aan wat? Kijk eens, jij krijgt dit. Touwletje. Wat is dat? Een pink fish. Touwletje, maar ik heb nou heel erg veel mensen die hebben een hele belangrijke vraag. En dan heeft dingen nog ook wat. Touwletje. Thanks. Ik heb iets, touwletje. Ik heb een hele belangrijke vraag. Ja? Ja. Wat is er met jouw no death run gebeurd? Oh, dead run? Ja, hoe vaak ben je de afgelopen aflevering wel niet dood gegaan? Jij stond bekend om niet dood te gaan. Weet je hoe dat komt? Ik was lekker aan het vechten met de Krakens. En toen kwamen er opeens 5 bij. Nou en, dat zou jij gewoon aan moeten kunnen. Nee, dat kan ik niet! Sorry, kun je dat nog 1 keer herhalen? Nee, dat kan ik niet. Oh.
Zo, er heeft er eentje een compleet arsenaal, ja. Aan, Sorry. Ja, ik weet waar je denkt. Ik weet waar je denkt. Nee, er staat wat op jouw huis, Wilco. Gewoon je hele dak is gewoon bewapend en beschermd en... Kijk, nou, en dat bedoel ik nou. Binnenkort staat heel zijn huis om een muur van obsidian tegen tornado's of zo. Oh, die is wel leuk. Leuke grap. En dan loopt hij richting die tornado, want dan zegt hij... Have a drink! Je weet wel, voor de mensen die de film Tornado hebben gezien of twist of voor het filmpje. Nou, ik heb ondertussen 3 stacks, dus ik denk dat ik daar wel een leuk hutje van kan maken. Oh ja, vast wel. Dan ga ik Ik heb ook nog 4 bricks, mocht het nodig zijn. Ja, maar het zijn gewoon van die stone dinges, hè. Dus, Die stenen. Ja, gewoon normale steen bricks. Niet baksteen bricks. Nee, oké. Okay. Ik hoef geen klei. Geen gezakkerij met geklei. Maar ik wil kleien. klei. Ik wil graven. Ik wil met, hoe heet dat ook alweer, dat... Ledo. Weet je wat nou het ergste is? Op het moment, hè, dit wordt nu op een vrijdag opgenomen. En nou zijn we nog hartstikke happy. Maar als het nou zaterdag fout zou zijn gegaan, dan denk ik niet dat ik nou nog zo happy naar deze aflevering zit te kijken. Wat gaat fout? Nou, ik verwacht het eigenlijk niet. Nee, ik verwacht het ook niet. Stefan, één goede tip. Kijk het dan voor 10 uur. Voor 10 uur? Hallo, het is zondag. Die wedstrijd was zaterdag. Oh. Als ze niet met 3-0 winnen... Dan winnen ze met 2-0. Dan spring ik in de lava of Oh, shit, dat heb ik nou weer gezegd. Ja, deal, staat op camera. Ja, 3-0. Als we niet winnen met 3-0, spring jij in de lava. Deal. Is nu gezegd. Ja, is wat anders dan dat iemand zijn schoen opeet. Ja, maar je springt erin, maar wel met fire protectie. Ja, hoe wil je dat in de real world doen? Ja, ik heb niet gezegd hoe ik erin wil springen. Oh, wow! Nee. Waarom heb ik zo... Moet ik met erin springen? Oh, oké. Okay. Waarom heb ik een heel slecht idee over dat vuurbalachtig iets wat ik net hoorde? Ja, het gras staat hier in de hand. Moeten we dat de kijkers te beslissen, hè? Nee, ik vind het gewoon 3-0 en dan spring jij in de lava. Nee, maar ja, ik bedoel met of zonder stuff. Ik weet al wat het is. Zonder stuff. Zonder. Dat is wel zo netjes. Ja, dat is waar. Maar alleen met 3-0. Nee, als ze niet winnen met 3-0. Dus winnen ze met 1-0, 2-0, 2-1. Oh, shit. Als ze niet winnen... Dus ze moeten winnen met 3-0. En anders... Dat zijn best wel veel mogelijkheden, toch? Ja. Dus hoe groot schat je de kans in? 1 op... 20. Ik denk 1 op 20. 1 op 20 kan. Ja, dat kan toch? Om heel snel een berekening te doen, max, dan kan het 5-5 worden. Oh nee, toen kan ik gelijk spelen. Oh, die was noob! Dat is de touwen met voetballogica's met een broodje gezond verstand. Hé. Hey. Ja. Nou probeer ik weer een boom te hakken met een pickaxe. Gaat lekker. Ach ja, maar hoe maak je cobblestone? Ja, volgens mij moet je dat smelten, moet je stone smelten. Ja. Zo, ik hoor die kreken gewoon. Ja, ik hoor. Daarom, maar ik wacht ook. Ik hoor hem niet helemaal. Ja, het nadeel is, als jij dat zegt, dan ben ik ook verplicht om hem erin te editen. Oh god, dat had ik nou niet door. Sorry, nee, ik kan het niet laten. Nee. Blijf van die deurbel af. Oeh, deurbel. Nou, je het zegt. Jongens, serieus. Nee, Alex! Oh, hey, Nogmaals, daarmee moet je samenwerken. Waarmee? Met jullie. Wat? Ik... Wat doen al die finishers allemaal in mijn huis? Wacht eens heel eventjes. Ik maak hier volgens mij eventjes een denkfout. Hij moet eens breed. Kijk eens wat hier is. Heel mooi. Jij moet 4 breed, hè? Ja, nee, hij moet 4 breed inderdaad. Maar ik wil wel een beetje daar de ruimte ertussen hebben. Dus wat ik dan doe is even 1 rijtje langer maken. Zo. 1 rijtje langer, ja. Oh, hier komt mijn farm. Nee. Denied. No.
How about now? Wat vind je van mijn huis tot nu toe? Verwaaid. Verwaaid, explosief. Wat wil je nog meer? Come on. Come on, antennas. Come on. There is something. Walking behind you. Was mijn bel. Ik hoorde hem nog niet eens. Oh. Ik zal het nog een keer doen. Nee! Don't do it! No, stop, come back. Dat was wel een ding. Als ik nou heel tijd op mijn eigen bel druk. Nee, ik hoor hem nog niet eens hier. Nee, hier hoor je hem niet. Hier hoor je hem nog niet eens. En als ik op jouw bel druk? Damn it! Ik moest het toch testen, of niet? Betaler voor al uw ongelukken. Nu echt trek ik die conclusie. Tauler, ja, die zoekt ruzie. Slecht. Zoek je ruzie. Zo. Ja. Je trekt er geweer. Ik weet niet wat daar open wordt gemaakt, maar het klinkt lekker. Weekend. Hey. YOLO. Waterpolo. Hey, dat rijmt. Hij meen nog Wat voor dak wil je erop hebben eigenlijk? Gewoon een stenen dak, maar kun je eerst eventjes die portal even maken om eventjes de hoogte goed te pakken. Ja. En oh jee, ik heb honger. Oh ja, tuurlijk, ik ben mijn bacon kwijt. Dankzij die stomme stinkkrakens. Bacon, lekker. En wie heeft die gesprongd? Ik niet. Nee, tuurlijk niet. Ik heb ze echt niet aangeraakt dit keer. Nee. Oh kijk, krakens. Ja. Doei! Maar hun hebben jou ook aangeraakt, omdat je te laf was. Oh, ik heb er maar 10. Ik heb maar 10 obsidian. Oh, heb je er eentje? Volgens mij heb ik wel... ik heb er 14. Ja, dan ik heb er nog maar 2 bij nodig. Dus 2 extra. 2 bij? Bij. Not the bees! die sloeg helemaal nergens op. Oké. Okay. Trouwens, nee. 10 heb je er genoeg aan. Aan 10. Bij de hoek of je niet? Ja, natuurlijk niet. Kijk maar, dit is al genoeg voor een portal, dit. Ja, die en klaar. Doei. Dan hoeft er alleen nog maar de hands erin. Ja, en dat mag jij doen. Wat lief. Oké. Okay. Nou, laten we maar even gaan kijken of we heel erg dicht bij een nether fort verspannen. Zal wel niet, maar geluk, jullie kennen het. Dus ik weet zeker, we spannen nog niet eens dicht bij een nether fortress. Ja, maar in principe is een nether eigenlijk een eitje. Deze. Ja. Maar, mod het. Ja, het is bijna een kop koffie. Jongen, je kan ook op een moeilijke manier koffie maken. Ja, dat klopt. En zoiets noemen we koffie verkeerd. Ja. En je bent een stukje vergeten. Cappuccino. Hier. Alex. Ja. Hou je mond! Je staat in de wee! No, don't do it! Had iemand al trouwens al een gunpowder of zo? Is het misschien niet leuker als dit helemaal deze 2 breed is? Leuker als jij gewoon je. Ik bedoel, Want daar waardoor je zo. Nou, weet je wat, dan maak jij eventjes 2 eieren doors. Ja? Doe jij dat mooi en dan doe ik hier eventjes zorgen dat het vloertje dan mooi is. En als je dan eindelijk je melding kan houden, dan ben ik ook weer tevreden. En dan. Oké. Graag gedaan. Valt daar weer de microfoon van mijn kop af, dan ligt touwletje weer in een deuk. Nee, dat gebeurt wel zo te horen. En nee, dat wordt geen flashback, want die hebben we pas geleden al gehad. Ja, ik weet het. Flashback Abby. Nou, Alex, ik heb de deur al. Oh, heb je hem al? Ik heb ze al. Oké, dan hoef ik ze niet te maken. Ja! Ik zeg toch, ik ben niet met de vloer bezig, hier heb je je deur. Nee, hou die deur maar, dan kan je en hier heb je die andere deur. Hier heb je je dirt. Het zijn deuren, hè? Geen dirt. Dirt. Nee, wat een lekkere mijnen. Mijn. Het leukste is, nou word ik opgesloten door hem. Want we hebben hier geen pressure plates of iets. Ja, ik kan wel pressure plates. Zal ik het even doen voor u? Ja, dan ga ik eventjes flint en steel maken. De lieve heer. Maar eerst deze mantis killen. Tuurlijk. Nee, ik weet genoeg. Laat maar. Nee, nee, ik weet genoeg. Ik weet waar ik sta. Jij staat onderaan de berg. Ik zit.
Zo, ik heb weer genoeg. Oh, en voor jullie, ja, inderdaad, de camera die staat nou even in deze hoek. Ik dacht bij mijn eigen van, het kan net zo goed in deze hoek. Het maakt niet echt uit welke hoek dat het is. Dus ik heb hem gewoon eigenlijk in deze hoek gedaan. Dat is maar een goede hoek is. Dan hoeft hij ook niet in spiegelbeeld te staan en dan klopt het weer een beetje. Dus Nou, alles klopt weer. Yeah. Dat klinkt irritant in de microfoon. Nee! Wie? Wat is er? Wie? Wat is er gedaan? Gebeurde? Iemand belde aan. Oh nee. Wat heb ik gedaan? Ik nou zo flauw om aan te bellen altijd, hè? Ja, ik snap dat soort mensen niet hoor. Is mijn eigen wel. Heb ik nog niet eens flint? Nee, ik zat ook al te kijken in mijn chest, maar ik heb ook... Flintstones! Waar zijn mijn Flintstones? Ik heb Flintstones nodig. Volgens mij... Nee! Wat nou is dat met die... Ik heb... Oh, dat is fijn. Mag ik die hebben? En echt, als er nog één iemand aan mijn bel zit, hè... Hoeveel wil je dan? Eentje. Wat gebeurt er dan? Wee! Kijk! Zo, de pressure plates liggen daar. Nice. Nou, dan gaan we de portal even kijken. We zitten op... Serieus? Ja. Waarom doe jij pressure plates aan de binnenkant? Dan kunnen we net goed geen huizen van maken. Ja. It's cool. Gaan we er net erin? Gaan we er net erin? Ja, blijkbaar wel. Poef. Oké, wacht. Kom maar aan. Going in the nether. Maar niet met al mijn stuff. Yay. En ik zie een heleboel lava, maar... Yay! Holy shit! Oh shit! Sikkels, als ik nou naar voren liep, dan was ik dood. Ja, jongens, kom eraan, maar geen gekke dingen doen, alsjeblieft. Als je in de nether bent, blijf staan. Of als je erin staat, niet lopen. Niet lopen. Echt een grote vleermuis dingetje. Dit is gewoon één grote trollnet. Oh, serieus. Wat zijn die... Weet je wat? Ik zit wel van een bed neer. Oh, jij bent al aan het graven ervoor. Ja, ik ben er even aan het zorgen tot ik... Oh, nee, dat was echt... Ik liep echt de goede kant op, gelukkig. Nee, niet. Nou, ik zag het op tijd. Hier, vangen. Oh, één tikje en... Ik zag het dus niet. Maar, Hallo. Ja, maak er even een muur omheen of zoiets. Oh, ik ben mijn pickaxe vergeten. Maar ik ga dat even fanguide voor de zekerheid waar ik welkom lava. Tjonge, jongen. Ik vind hem ook. Wie verzint dit? Maar er is in ieder geval... Shit. Okay. Er is in ieder geval geen Nether Fortress in de buurt. Nee, dat was ook alweer te verwachten natuurlijk. Ja, ik maak het, hè. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat jij de server maakt... en dat jij dus gewoon door die Nether Portal heen loopt... en binnen 10 blokjes al gelijk een Nether Fortress vindt. Hè? Ja, klopt. Nou, dat ging echt... Zo. Dat was niet leuk. Weet je waar ik dan zin in heb? Ah, yeah, yay. Zo. Ik kan het niet. Ha, ja, jee. Hebben jullie XP niet mee? Nee! Nee! Ik denk, what the fuck, ik zou naar beneden. Wat? Okay. Oh, shit. Wat heb ik... Nee! Wat heb ik gemist? Oh, ik trollactie. Ja. Oh ja, het werd gecounted bij me, dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, ik zou heel eventjes hier een waypoint maken. Trouwens, volgens mij heb ik hier al een waypoint. Ik heb hier al een waypoint. Hoezo heb ik hier al een waypoint? Maakt niet uit, ik heb hier al een waypoint. Je bent al een keer in de Nether geweest, dus. Nee. Waarschijnlijk in een andere server dat precies dan... Wacht eventjes, ik zal eens even kijken. Paas, hoe heet jij? Hey. Ja, Portal. En blauw zegt Fortress. Ik ben benieuwd of het bij die Fortress dan ook echt een Fortress is. Hoe groot zijn die kansen? Zijn die... Draakjes? Dat zijn vriendjes. Oh. Dat zijn koffiebonen. Ik vind ze een beetje eng. Maar ze willen je alleen maar knuffelen. Nou, ik ga heel voorzichtig... Soul Sand, dat ziet er echt vet uit op in deze tekstpack. Ja, echt. Lava foam. Oh. En ook gewoon heel mooi en zo. Oh, dat zijn uitglijblokken. Daar kun je bouncy huisjes van maken. Oh, bouncy huisjes? Bouncy. Dan ga je op, kun je stuiteren en dan ga je dood. Oh, bouncy. Dat is een bounty. Ik denk, wat? Het is hier geen bounty-eiland.
Kon toch? Kijk, besnel je mind, dat is echt komisch. Maar dan was even pikkers, mijn je recht tot een, zo super snel heen. Ja, ik ben gewoon aan het kijken waar dat die Fortress waypoint, of daar ook echt een Fortress zit. Ik lach me eigenlijk kapot. Oh. Als van een ouder is, dan denk ik... Wow! Dan heb ik even een vraagje, voordat je dit... Wow, giant zombie pikker. Holy shit. Is er al die vleermuis soort van gezicht dingetjes? Nee, wie verzint het om hier zoveel soulset neer te leggen? Oh. Wie verzint het om daar überhaupt zo'n spawn te maken? Schadelijk voor je. Ja, het is dodelijk. Oh. Voorzichtig, hier loopt het ook dood. Het loopt overal dood. Ik denk dat ik een brug die kant op moet maken dan. Guido? Ja, wat? Oh. Ik denk echt dat ik heb een beter idee. Pas op, hier zit een gat. Goh. Hij denkt ik zeg het maar even. Ja, maar daar ook. Oh, nee, niet om. Ik ga je gewoon even omhoog graven dan, en dan maak ik haar zo wel die kant op. En daar ook. En daar. En daar, en daar, en daar, en daar, en daar, en daar, en daar. Ik wil een kwartshuisje maken. Nou, succes ermee. Toink, 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 toink. Ja, ik hou je in de gaten. Nee, dan. Ik hou je in de gatenkast! Nee! Nee! Nee. Wie gaat er dood? Nee. Het spijt me zo. Wat was jouw dead sound ook alweer? Oh ja, you lose. Dat was die van jou toch? Nee, de mijne is Mario. Oh. Guido, ik geef je heel... Wat was die van mij dan? Guido, Mega Man. Ik geef je heel veel stuff. Waarom hem wel en ik niet? Omdat ik... Hij viel er zelf in, maar ik graaf een graf. Ik viel er niet in. Jij graafde letterlijk mijn graf. Nee, ik graafde een paar blokken van je vandaan. En jij zegt, ik hou je in de gaten, toen viel je. Oké, volgens mij... I'm sorry. Nee. Jammer. Nee, inderdaad, nee. Dit is jammer. Ik sta hier nou zeg maar dan bij de Fortress. Ja, die jij dus hebt aangegeven toen. Ja, en daar zit zo te zien geen Fortress. Ah, en wat zijn die... deze... Oh, en? Wat jammer. Maar ja, het kan zijn dat ik er misschien eentje in de nabije omgeving zie. Stinky? Ja, zo heten die beesten. Kayubi? Wat is Kayubi toch een kaboef? Weet je wat Kayubi is? Kayubi. Nee, ja. Kayubi. Dat is een of ander monster in de Nether of zo. Lijkt een beetje op een Magmar. Ja, dat klopt. Ik heb er hier ook eentje. Die droppen redstone dingen. Oh. Oké. Okay. En wat doen die? Hey. Redstone. Nou, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon teruglopen, want ik zie dat we al op de 22 minuten zitten. Er zit geen netherportal hier in de buurt, dus ik ga gewoon een comment op de dag ophangen. En ik zeg tegen jullie allemaal van, dus ik loop hier eventjes terug. En waarschijnlijk krijgen we nog een heel leuk iets tot Dutch Gaming Nation vraag probeert te nemen op de touwder of zo. Weet ik veel. Ik heb niks meer. Oh, we kunnen wel even een bucket met lava pakken, hoor. Waar is het de terugweg? Ja, gewoon portal. Waar ben je? Ja, poorten voor jou, maar voor mij niet. Ja, dan moest je bij mij in de buurt blijven. Of dan moest je zelf een waypoint neerzetten. Je hebt zelf ook Zinszands minimap. Waar ben je, Wilco? Geen idee. Waarschijnlijk is hij een Kanubi. Je was net boven. Ben je naar die Kanubi toe? Naar die Noobie? Ja, naar die Noobie. Waar ben je? Wat zit er in je keel? Een Noobie. Nee, een Snoopy. Ik ben bij jou. Met een Kanubi? Ja, kijk, hier beneden. Er is een mutant creeper. Hier. Ja, niks mee doen. Nee. Behalve als dat het op Alex zijn huis staat. Dan mag je nu eens schieten. Nee. Ja, voordat er iets kon gebeuren, is het de nether ingegaan. Zo, er is iets in de nether. Oh, jullie kunnen nu niet meer terug naar uit de nether, hè? Nee, waarom niet? Wat is er gebeurd? Nee! Nee! De hele netherhuis is naar de kloten. Nee, de hele netherhuis is echt gebordeerd. Er was een muted creeper. Hoezo, de portal die doet het nog steeds, hoor. Ja, maar jullie kunnen... Oh, dan kunnen jullie wel terug. Kom ik zo achter. Wow, waar de f*** ben ik? Nee! Waar ben ik?
Nou, dan niet meer waar je zijn moet. Sorry, waar zijn we? Wat voor die keeper! Sterf! Ik weet waar we zijn. Even wachten, ik probeer hier... Hoezo blijf jij leven? Zal ik die mutant creeper in het water killen? Ik doe gewoon maar even in mijn huis en ik ga even demonstreren. Ik ga dood hier, ik ga dood hier. Ik ook. Aan de andere kant. Ik ben dood. Nog als hij in het water is, dan is het toch handig? Een mutant creeper en die had een soortje baby's mee en die... Oh, wij zijn hier gewoon hier. Oké, nou dat is gewoon hieronder. Mijn spul. Maar wat is er gebeurd? Nou ja, zeg maar, er was zo'n mutant creeper. En die had een hoop baby's en die heeft een deel van het huis opgeblazen. Of zeg maar de... Oh nee, dit kan ik nou niet hebben, jongens. Nee. Ik wil niet nog een keer dood, jongens. Paas erop. Oké, Guido, wat wil je? Kom maar. Mijn spul. Overleven, dat wil ik. Mijn Minecraft is gecrashed. En ik zit onder water. Ja, tik. Nou, ik ben ondertussen thuis. Kies maar wat uit. Hoi. Nou, kan er iemand even mij coveren terwijl dat ik de wall of awesome comment ophang? Ik kan het niet meer, sorry. Ik ben ook spulloos. Wat is dit? Ik wil al je... Als ik een bordje... Ik heb bochtjes. Oké. Nou, dit vind ik Guido, kies maar wat uit. Ja. Oké, aflevering 16 en de winnaar Waar even bochtjes pakken? Ik heb bochtjes! Nee, wel wij niet. Ja, maar ik moet het bochtje ophangen. Sinds wanneer? Oh, jij vroeg of ik het wil doen, dacht ik. Nee, ik vraag om koffer. Dat iemand mij kan helpen, zodat er geen zombies mij gaan lastigvallen. Ik koffer jou, ik zal eerst even healen. Wat moet ik doen? Oké. Nou, even kijken. De comment van de dag. Dat is geplaatst door Arvid B30. Wat een naam. Hartstikke toffe naam, joh. Bedankt voor het reageren. Maar serieus, wat een naam. Even kijken. Editing. Oké. Editing. Ten top. Wat is er gebeurd? Ja. Jij ging dood. Ik weet niet wat het skeleton. In ieder geval, bedankt voor het editen. Okay. Hier gaan we dus heel eventjes nou. Zo de mitten, nou toch eens op, dank je. Ja, ik word hier achtervolgd door het creeper. Dus hier hebben we dan Arvid. Oh, er staat Arvid V, dat is mijn fout, sorry. Jouw schuld! Auw, je hebt me gewoon in het bord geslagen. Doe ik goed. Home run. Moet je eruit slaan? Ja, dat is voor mijn splinters. Mag ik meteen als hebben? Auw. 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 Heeft hij van nut? Auw. Auw. Kun je er ook gewoon mee stoppen? Je wou het eruit. Oké, en dan hebben we hier dus Let It High. En waar is Alex? Hoeveel tornado's komen er nog? Mijn comment is next because I am the law. Dankjewel voor die dead sound. Mijn comment is next. Hoezo bliksembommen? Oh ja, hier part 1. Superleuk editwerk met het game over geluidje. Don't mine at night, so awesome. 60 goudstaven of 60 pakjes boter. Die zombie is een model. Nee, jou dood. Die outro is awesome. Nee, niet doodslaan, niet doen. 10.000 bliksembommen. Ik ben vandaag jarig. Voor de eerste keer geen gevaar. Beste fast forward muziek ooit. En ja, dat waren eigenlijk alle comments. Mentus, it's mine. Jongens, ik ga dit afsluiten omdat die maloten die blijven me doodgaan en mij meer editwerk bezorgen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Willen jullie ook op de mooie wall of awesome comments? Laat een reactie achter en misschien kom jij wel in die mooie... Hoi. Hey, hier zit hier een creeper, hè? Heel geweldig. Weet je wat ik met de creeper doe? Dus, ik dank jullie allemaal voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Maar dan gaan we natuurlijk verder met Luigi Galaxy. En ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dit was Zelda Play 20! En de Towler! Dutch Gaming Nation! Zelda Creations, hallo. Goedendag. En die maestro. Ik was al bang. Die twee laatste die waren echt heel erg langzaam. Maar dat maakt niet uit. Tot de volgende keer, joh! Wie? Tot de volgende keer! Wie? Jij! Ha! Doei iedereen! Ah, yeah.
jij, 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 doei!